Dag zoals deze. Ik denk na gisteren moet dat gecompenseerd worden met een ultra zonnige dag voor de toeschouwers en voor de renners. En is Zwevegem er klaar voor? We zijn er helemaal klaar voor. We zijn eigenlijk al aan het feesten sedert verleden week Vlaanderen die hier nu staat. De eerste ploeg aan de start. Iedere dag een activiteit. En ons dorp van de Ronde heeft die exclusiviteit dat wij meer dan 23 kilometer ronde van meer dan 23 kilometer ronde van Vlaanderen over ons grondgebied. En het is niet één dorp, maar vijf dorpen samen die vieren. In iedere deelgemeente is er feest tijdens de doortocht en na de doortocht. En vanavond hebben we allen samen een groot slotfeest, een volksfeest met slagers en de slagerkoning Christophe. Christophe kan misschien twee maal winnen vandaag. Alexander Christophe, inderdaad, deze namiddag. En de andere Christophe vanavond met een overvolle tent. Ik wens u een heel prettige dag. En ik wens ook een heel prettige dag voor alle toeschouwers en alle renners. En er kan er maar één winnen. En we hebben dicht bij huis een Stijn de Volder, die dus op 1 kilometer nog niet toe van Zwevegem woont. En wij wensen hem een derde overwinning toe. Dankjewel meneer de burgemeester en Peter. Ze hebben zich zo mooi in line-up gesteld dat ik het eigenlijk maar terecht vind dat ze allemaal voorgesteld worden. Het zal bij de volgende ploegen niet lukken, want dan gaat het plots snel. Maar hier zijn voor Topsport Vlaanderen, Balois, dat is bij slot van rekening nog altijd een beetje onze ploeg in Vlaanderen, Bert van Leerbergen. We hebben Olivier Naassen. We hebben het wonderkind van Alinkerke, Jarl Salomijn. We hebben iemand die vandaag voor de top 10, naar het staan top 15 wil gaan. Edward Teuns, de tweede rondwaarts door Vlaanderen. We hebben, hij is al weg, hij is ongeduldig, de oudste van de groep, Preben van Hekken. We hebben de altijd vriendelijke, snelle, vaardige Gijs van Hoeken. We hebben de flinterdunne West-Vlaming, ex-kampioen van België tot twee keer toe bij de jeugd in het cyclocrossen, Pieter van Spijbroek. En we hebben niemand minder dan de winnaar van Dwars door Vlaanderen, hij staat hier naast mij, Jelle Valais. Ah, Jelle! Top 10, Edward. Ja, dat zal jullie zeggen. Hè. En jij niet? Ik sta al top 20 vanaf. En waarom zo geen grote ambities? Wow, ik heb wel grote ambities, maar soms is het beter om iets minder grote uitspraken te doen dat dan beter kan meevallen achteraf. Wie werkt er voor jou vandaag? Ik denk dat we allemaal gewoon samenwerken vandaag als ploeg. Het is al goed geweest dit jaar, hè? Ja, dat klopt. Ons voorjaar is al... Allee, je kunt eigenlijk bijna geslaagd zeggen, maar ja, we zijn jonge gasten en we willen altijd meer. Oh, dit is wel de koers, hè? Ja, vandaag samen met volgende week Roubaix zijn de grote afspraken. Jelle, ook in vorm? Ja, denk het wel. De conditie is al een week goed, dus waarom zou het vandaag niet even goed zijn? Heb jij hier al supporters tussen staan? Want ik zag je wuiven. Ja, het zullen er wel een paar bekende mensen tussen zitten. Daar ben ik zeker vast van overtuigd. Steek je hand eens op. Zijn die voor Jelle Valais opkomen? Hinterachter, maar kijk eens overal, joh. Ja, het is altijd een plezier als je zoveel supporters hebt. En als je dan al een keer al die aanmoediging krijgt dan, langs het parcours, is dat des te leuker dat je ook die mensen een plezier kan bezorgen. Bijvoorbeeld met die overwinning dwars door Vlaanderen. Hopelijk kunnen we vandaag ook een mooie prestatie leveren. Dat geeft je een kick en dat geeft je moed, een goede prestatie. Wanneer ben je straks tevreden? Als ik samen de finale kan kleuren. Als ik na de 200 kilometer nog de benen heb om een demarrage of zo te plaatsen, zal ik dat zeker overwegen. Stel dat je mee over de Quaremond gaat de laatste keer, dat zou straf zijn, hè? Ja, dan beter ik mijn tanden stuk op dat achterwiel voor me. Van wie is dat achterwiel dan? Dat zal ik niet meer zien. Ik zal enkel het achterwiel nog zien, denk ik, na
zo'n zware koers is het de laatste 20 kilometer met zwart voor je ogen, dat weet ik al. En we reden gewoon tot aan de streep. Laatste vraag. Ben je daar nu bevreesd voor? Voor de hardheid van de Ronde van Vlaanderen? Nee, want ik doe mezelf graag pijn op training ook. Dus, en dat is ook een wedstrijd die me ligt. Dus het is een mooie voorbereiding ook op volgende week. En ik zal zorgen dat ik morgen mijn moeite op mijn fiets ga kruipen. En dan zal ik zeer tevreden zijn dat ik goed heb afgezien. Dat is de ware spirit, met moeite op je fiets geraken. Doe dat goed, jongens. Blijf recht, hè. Denk onderweg aan de veiligheid. Als dat tenminste kan, want dat is niet zo evident. Hilde Bruggeman, gedeputeerde Sport Oost-Vlaanderen, ieder jaar trouwe post. Wie heb je bij? Ik heb, zoals ieder jaar...